Dames en heren, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe video van mij. Dit is Martijn uit Leeuwarden. Hallo. En we zitten op de Dam, tenminste daar aan de andere kant is het paleis. En het is het Gay Pride weekend en wij gaan dat verschrikkelijk vieren. Wij zitten op dit moment bij de Butcher. Super lekker, want we hebben gewoon zin in een burger. Maar we wilden niet naar de McDonald's of de Burger King, dus we dachten we gaan goede burgers bij de Butcher. Jongens, ik heb een truffelburger. En wat heb jij? Iets met kaas en tomaat. En er komen zometeen nog patatjes en andere dingen. Ik ga hem openen. Dit wordt echt een gay weekend. Dankjewel, Scott. We gaan feesten. Wij gaan morgen serieus op een boot door de parade. Wij staan op de boot! Ik heb dat nog nooit gedaan, ja, maar ik ga jullie het hele... Ja, jij wel, hè? Ja, dit is mijn derde keer. Maar is het leuk? Ja, het is echt heel tof. Ja? Echt heel tof. Het is eigenlijk volgens mij gewoon een beetje een discotheek op het water. Want er is altijd keiharde muziek. Zo moet je het ook zien. Het gaat heel langzaam voor je gevoel. Maar dat is juist ook leuk, omdat iedereen dan... Je hebt een bepaalde sfeer. Jij kan het niet uitleggen. Maar ja, en het is de Funics boot. We zitten op de Funics boot, Radio Funics. Dus we gaan met MBO. Hun mee. Dus het is altijd lekkere muziek. Ja, sowieso. We gaan gewoon twerken morgen op de boot. Sowieso. Oké, jongens. We gaan eten. Hou je vast. Voor wat glitters. Daar komen ze. Oké, jongens, ik moet jullie heel even wat toegeven. Ik ben zo ketto aan het doen op dit moment. Je kan zeg maar heel veel geld uitgeven aan drankjes die je dan bestelt aan een bar. Of je koopt gewoon een fles vodka voor 20 euro. En een fles 7-up. En je serveert gewoon je eigen drankjes. Op straat! Ja, in Amerika doen ze dan aan red cups. In Nederland doen we aan white cups. Oftewel... Een latte vodka. Oké, guys, we zijn inmiddels in het centrum beland van Amsterdam. We hebben de scooter geparkeerd. Ik heb een tweede vriend gevonden. Het is Derek. Hi, guys. Hey, jongens. Kijk hoe gespierd hij is. Show them muscles. No. Heb je een beetje zin in vannacht? Ja, super. Vannacht. Nee, ja. Ja, zeker. Oké, ik ga jullie heel eerlijk zeggen. Wij zijn eigenlijk met z'n drieën nu in de stad met het idee van, weet je wat? We gaan er serieus een feestje van maken. We hebben een drankje, we hebben vrienden, we hebben gezelligheid. Oké, let's go, guys. Goed, een hele goede, frisse morgen. Het is inmiddels de volgende dag. We zijn zaterdagmorgen, 12 uur. Yes. En we moeten 11:30 aanwezig zijn. Op de boot zijn. Nou. Dat gaan we toch nog halen, hè? Ze hebben altijd sowieso wel een uitloop van een half uurtje, uur. Dus we gaan het erop wagen. Ik denk het wel, ja. Ik kreeg het gewoon niet eerder voor elkaar, jongens. We gingen ook echt pas om 11 uur douchen. Ja. En dat, en ja. En nou ja, zoals jullie mij kennen, mijn stem is wederom, heb ik achtergelaten gisteravond op straat. We hebben het erg gezellig gehad. Ja, er zijn nog een paar mensen bijgekomen. We hebben weer eens te diep in het glaasje gekeken. Sowieso. En het was werkelijk geweldig. Ja, was echt heel leuk. Maar goed, echt dag 2. Koppijn, paracetamol zit erin. Yes. Ik heb één lens in. Die andere lens heeft iemand opgedronken. Ja, dus ik ben één oog. Ja. Goed, guys, ik hoop dat we're we dat dit zo meteen zien. Oké, dus we zijn inmiddels op plek. We hebben de bootplaatsen gevonden. Maar drie keer raden, we staan een beetje mensen te zoeken. Zie ik ineens dit petje hier. Lau. Ja. Staan Lau, Ryan en Loeken gewoon te wachten hier. Ja, we dachten we gaan mee. We gaan feestje. Let's go. Hoi! Hey, we staan. We zijn bij de eerste brug aangekomen. En we gaan er gewoon door. It's about to begin. We gaan bijna met de lift omhoog en zwaaien even naar iedereen aan de TV-moment.
Dat betekent dat als je wil shinen, dat dat het moment is. Zorg dat je een schiet heen is, zodat je confetti kan schieten. Dus... inmiddels weer op de kant, aan het water, door Amsterdam, met pijnlijke voetjes. Ja. Ik zou jullie eerlijk zeggen, wij kunnen niet meer. Nee. Maar volgens mij jij het meest. Oh, ik kan echt niet meer mijn voeten, jongens. Laat mij maar de hele avond hakken, hossen. Maar platte schoentjes? Geen last, maar ook platte schoenen. Oh. Maar we moeten eten. En we gaan naar een Italiaans restaurantje, Luca, met dubbel C. En het zit hier niet zo heel vaak, heel ver vandaan. Maar we moeten even nog de mensenmassa door. Hoi! Het restaurantje. La Gazzetta di Luca. Oh, mensen, kinderen, moet je niet eens kijken. Smakelijk schrijf je. Lekker lasagne, dank je. Ja. Oké, okay, we hebben nu net gegeten bij de Luca. En ik moet eerlijk zeggen, het was fantastisch. Ja. Behalve deze keer. Ja. Het was echt helemaal niet zo lekker. Ik heb de vorige keer gegeten, het was echt heel goed. En nu was het gewoon. Ja, dat zei je, hè? Alsof je het zelf had gekookt. Ja. Nou ja, ik had gewoon, het was gewoon een hele simpele lasagne. Ja, het was echt wel bijzonder. Nee, die je ook gewoon thuis maakt. Ja, klopt. Ja. Maar goed, we gaan dus nu even lekker naar huis. Even die witte bende uit. Ja. Even een nieuwe stem kopen. En dan gaan we weer de stad in. Jongens, joe! Ik heb dat nog helemaal niet gefilmd voor jullie. Maar ik zit wederom weer op de Bikkersgracht in Amsterdam. Op de Bikkersgracht heb je deze hele mooie appartementen. Met serieus uitzicht over het water. Jawel. En wij hebben hier dus een appartement. Kijk nou, de deur wordt al open gehouden. Tadaa. Dit is het appartement. Dus je komt zo binnen. Hier is een woonkamer. Heel mooi met dus uitzicht daar op het water. Dan heb je hier een hele mooie keuken. En een tafel met rommel. En dan kun je hier dus verder. En dan hebben we dus verschillende slaapgedeeltes. Echt een super mooie badkamer die al gebruikt is. Het is bijna misbruik. Hier heb je slaapkamer 1. Het is momenteel een beetje donker, maar werkelijk fantastisch. Echt ruim en groot en heel schoon. En hier slaapkamer 2. Echt wederom weer heel ruim. Alleen omdat je in de kelder zit is het niet heel fijn licht. Maar het is wel gewoon heel clean, heel schoon. Het is heel mooi. De vloeren zijn echt fantastisch. Dus mocht je behoefte hebben, zoek het inderdaad een keer op. Als je niet in een hotel wil zitten, maar gewoon je eigen voordeur, je eigen appartementje. Dan zou ik het zeker, zeker aanraden. Gelijk de stad weer in, dat werd hem niet. Ik was zo kapot, samen met Martijn. Dat we zijn op de bank geploft, we hebben gekletst, we hebben social media gezeten. En serieus, ik heb zelfs mijn ogen even dicht gedaan, want ik kon niet meer. Het is inmiddels alweer 10 uur. Dus we gaan nog even lekker gezellig de stad in, even de reguliers op. Kijken wat we tegenkomen. En... hier komen weer een paar zeurbellen. Heb je er zin in, schat? Ja. Sowieso. Ja, ik vind dit zo gezellig, jongens. Maar ik zal je wel eerlijk zeggen, nu je 30 bent... Dat zeg je niet luid op. 26 plus een beetje ervaring. Ja. Wordt het wel een beetje zwaar af en toe. Ja. Maar goed, we gaan weer. We hebben er zin in. Let's go. Everybody, shake your body.
Oké, jongens, een hele frisse, geile zondagmorgen. Wij kunnen niet meer. Maar we zijn ingepakt en we hebben het fantastisch gehad. We gaan nu even snel ontbijten in de stad. En daar hou ik het voor gezien. Energielevel 10%. En maar het is zondagochtend, dus dat is helemaal top. Oké, wij gaan even een plekje zoeken waar we kunnen ontbijten. En dan was dat het weekend alweer. Ik heb het wel heel leuk gehad hoor, Martijn. Met ja, jij? Superleuk. Echt zo gezellig. Het was de leukste boot ooit. Ooit. Ever. Ooit. Ja. Ooit. Zo is het. Het was gewoon echt alsof je toevallig naar een hele leuke club ging. Ja. Leuke mensen, alleen maar goede muziek. Echt alleen maar goed, dat wil je ook van niks. Dus we hebben echt 5 uur lang staan bobbelen op een boot. Nee, het was echt fantastisch. Oké. Zo ziet het appartement eruit trouwens als het schoon is. En clean. Hallo. Het is nu precies 1:15. En ik heb een tuna melt. Wat eet jij? Ik heb een broodje carpaccio met truffel mayonaise. Zo lekker. Oh, dat is zo goddelijk. Echt, I know. Smakelijk, schat. Ja, lekker, ja. Leef jij nog? Beetje. Ik ben aardig op mijn reserves aan het spelen, zou ik zeggen. Anders ik wel. Goed, we staan bij Centraal Station, mensen, en we gaan naar huis. We hadden het voor gezien. Ik heb het echt heel erg leuk gehad. Jij? Amsterdam, je was weer aan. Gaan we het volgend jaar weer doen? Sowieso. Absoluut. Sowieso volgend jaar Gay Pride. Mensen, vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Ik hoop dat je gezellig vond bij ons. Vergeet je niet te abonneren alsjeblieft. Kijk ook even Laura de video's. Liken. Ja. En ik zie jullie heel graag weer in een volgende video. Dankjewel. Doei. Ciao.